Goedemorgen, een nieuwe dag weer hier in Assisi. Vandaag vertrekken we naar Gubbio en naar Laverna. Dit zijn belangrijke plekken in het leven van Franciscus. Hier gaat het over het verhaal van de wolf van Gubbio. En hoe Franciscus met hem sprak en hem tot bedaren bracht. Er was ook een mooi bezinningsmoment in het kerkje hier. Het is wel leuk dat je met zoveel jongeren van je eigen leeftijdscategorie onderweg bent. Wat mij het meest eigenlijk in Franciscus aanspreekt, is dat hij probeerde zoals Jezus te leven. Ja, want hij wil mensen verbinden. Twee broodjes en een appel. We zijn aangekomen in Laverna. Dat ligt bovenop een berg en dit is ook de plaats waar Franciscus de stigmata ontvangen heeft. Dat zijn de kruiswonden van Christus. Je bent ook broeder Franciscaan. Het is best wel een beetje een bijzondere plek. Kan ik je uitleggen waarom? Franciscus heeft hier regelmatig langere tijden doorgebracht. En met name is deze plek heel bijzonder geworden. Omdat hij in 1224 hier de stigmata heeft ontvangen. Zag hij op een gegeven moment in een soort visioen aan de hemel een serafijnse gestalte verschijnen. Een soort engel met 6 vleugels. Hij herkende daarin ook Christus zelf. En op een gelijktijdig moment ervoerde hij zowel een heel diepe liefde als een afschuwelijke pijn. En op dat moment verschenen dus de kruiswonden in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zij. Inspireert je nou ook zelf zo in Franciscus dat je zelfs Franciscaan bent geworden? Ja, jee, hebben we nog een uur kijkers thuis. Ik vind gewoon het leven als broeder is een prachtige manier van leven om volop met God verbonden te zijn aan de ene kant en volop met mensen verbonden te zijn aan de andere kant. Eenvoudig gezegd zeg ik ook wel eens, het moet eigenlijk een jas zijn die bij je past. En zorg in je leven dat je de jas vindt die bij je past. Laverna is dus een plek waar Franciscus zich graag terugtrok. En als je hier de prachtige natuur ziet, dan snap ik ook wel waarom. Ja, je wordt wel in Franciscus zijn wereld meegenomen, vind ik, dat het heel goed gebeurt deze reis. Mijn voorstelnaam is Francisca, dus ik vond deze reis heel belangrijk om te maken. Ook om Franciscus echt goed te leren kennen. Ik ben priesterstudent voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het is wel bijzonder voor mij dat Franciscus heeft echt alles achtergelaten om hier te komen bidden, om echt een intimiteit met de Heer te zoeken. Zeg maar ver van de wereld. We hebben ook familie, vrienden, projecten, studies achtergelaten in ons land. En wij zijn ook naar Nederland gegaan om het evangelie te verkondigen. Dus ik hoop dat hij ook ons helpt om zomaar aan de wereld af te zeggen, om hem te kunnen volgen, om de schoonheid van het evangelie te kunnen laten zien aan de mensen. We zijn weer terug in Assisi en straks hebben we in de bovenbasiliek van de San Francesco de avond van barmhartigheid. Er is dan aanbidding. Mensen kunnen het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Op de bedevaart is ook een grote groep tieners mee die hun eigen programma hebben gevolgd. I left for a season with 46 people because when we prayed, I thought it was right. Zo mooi hoe iedereen. In het begin van de week waren we zo in groepjes en iedereen is zo open voor elkaar. We zijn één grote geloofsgroep geworden. Wat ik dan heel mooi vind, dat je die saamhorigheid met alles hebt. Dat ze allemaal komen voor hetzelfde doel. En dat voel je als je in die kerk zit. Nou denk je echt, ik ben niet een eenling in deze wereld. Er zijn toch wel meer mensen die deze weg bewandelen. Vandaag is het ook 4 mei en dat betekent natuurlijk de dodenherdenking. Op het moment dat de koning de kransen legt op de Dam in Amsterdam, zal prins Gijmen, dat is zijn neef en ambassadeur bij de Heilige Stoel, ons hier in de San Francesco toekomen spreken. En het kathedrale koor zingt vanavond een concert. Beste pelgrims,
Het is een paar minuten voor acht. Op dit moment verzamelen zo'n 20.000 mensen zich op de Dam in Amsterdam. Ja, het is heel mooi om met zoveel Nederlanders buiten Nederland dodenherdenking te doen. En te denken niet alleen aan alle mensen die gestorven zijn in al die oorlogen. Maar ook die echt voor ons de vrijheid en de veiligheid hebben gevochten in het verleden. En dan hier bij Assisi met Francisca Assisi ook te denken niet alleen maar aan de mens die geleden heeft in al die oorlogen, maar ook de natuur. En die nog steeds leidt. En dat we de natuur als broers en zusjes moeten zien, waarvoor we moeten zorgen. Dit was alweer de laatste vlog hier vanuit Assisi. Vanaf deze plaats wil ik u graag hartelijk bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.